adres van Nederland. Hoi, goedemorgen. Tweede paasdag vandaag. Wil is onderweg naar de Boelies. Dat is een vreed restaurant aan het Haringvliet. En ga je daar dan eten, Wil? Nee, daar ga ik niet eten. Daar zijn oude voertuigen die zich daar verzamelen. En ze hebben me gevraagd of ik daar een fotootje wil komen maken. Lijkt me leuk. Jullie gaan het zien later. Zo, heel langzaam naderen we de Boelies. Strandtent. En als het goed is staan dadelijk een scala aan oude voertuigen. Die dadelijk een rondrit gaan maken over Goeree en over Flakkee. En ik geloof niet over Voorne en Putten. Even kijken hoor. Hier naar links. Ja, paviljoen de Boelies. Zo. Nou, dit is geen oud voertuig. Dat is gewoon een Kia. Waar ik ook in rijd. Nou, let op. Oh ja, kijk eens. Oh, lekker druk, zeg hé. Er rijdt voor me al zo'n prachtig mooi oud voertuig. Hier staan er al wat. Mooi hoor. Nou, we gaan het even meemaken. Later. Prachtig, kijk eens aan. Een Cortina 4x4. Oude kever heb ik ook erin gereden. Kapje omhoog hoor. Ja, dat is wel nodig denk ik. En meneer, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Zo. Want er zit geen cabrio op, zeg maar. Dak. Ja, de kapje zijn ze vergeten. Oh ja, nou ja, dit is ook een mooie oplossing joh. En originele foto. Ja, en origineel, ja. Ja. Waar komt u vandaan meneer? Schravendeel. Schravendeel. Ja. En u gaat meedoen aan de tour dadelijk. Ja. Geweldig. Nou, hoop dat het er weer een beetje nou, op. He. Ik hoop het ook. Het zou optrekken. Ja, ja, denk ik ook. Nou, we gaan nog even verder kijken. Succes. Ja, we zien elkaar nog wel. Kijk eens jongens. Mooi spul bij hoor. Goedemorgen mannen. Zo, voorlopig even dit. We gaan daar even naar binnen om te kijken. Kijk eens even, zeg, het is ook mooi. Nou, het weer is niet echt super, maar ik hoor een knarsende diesel. Die man die denkt dat ik erbij hoor, maar dat is niet zo. Zit er wel ergens meneer. Zo. Kijk eens aan, zeg. Een slagschip hier zo. Goedemorgen. Zonder zorgen zou ik haast zeggen. Zonder zorgen. Hoor eens even een mooie Volvo.
Nou, we gaan even het filmpje even stoppen. Later. Kijk, een mooie MG. Prachtig. Dat valt niet mee, meneer, denk ik. Goedemorgen. Nee, het is een beetje kruipen. Ja, hè, maar wat een prachtig mooi ding, zeg. Ja, lekker, joh. Ja. Kijk, mooie snoek. Zo. Goedemorgen. Boelies. Zo, kijk eens aan. Lekker druk, joh. Wauw, wauw, wauw. Dit is voor vanavond als je terugkomt voor de tombola. Dat is goed bewaard. Heel spannend en succes. Hè? Dank u. Ze zijn er ook altijd weer bij, hè, die twee. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga maar lekker door. Hou toch. Jullie zijn de route aan het bepalen. Ze blijven echt in grote getalen, blijven ze aankomen rijden. Kijk dan hier weer, joh. Geweldig. Een mooie Renault. BMW, hier een Volkswagen busje. Twee lachende dames. Voor je licht van. Ja, oh ja, we zijn veel te gaas vertrokken weer. Die hoed ligt nog op achterbank. Ben je de motor? Ja, er zit geen motor in, hè? Nee. Ik vond jullie al zo stoer. Een echte wonderauto. Deze wagen. Is dat u? Was dat nou uw eerste auto, mevrouw? Ja. Deze? Ja, wat geweldig dat u hem nou hier weer terug ziet. Ja, recht tegenover mij, maar een andere auto. Ja. Ik zeg tegen die meneer, mijn zoon heeft mama's eerste auto op zijn arm getatoeëerd. Dus die heb hier een Fiat 850 staan. Oh, laat eens kijken. Ik weet niet of dat ze blij mee was, hoor. Nou, en jullie zijn hem nog extra aan het oppoetsen. Hij moet goed voor de dag komen. Ja, hè? Nou dat beetje, ziet, je, voor het oog ziet hij er voor mij al mooi uit. Vroeger hoorde je zijn roest als ze uit de fabriek kwamen. Ja. Er zijn er niet veel meer van, denk ik, hè? Deze heel zeldzaam, ja. Oké. Je hebt nog wel zo'n model, maar dat is dan de Sport. Oké. En die heeft een schuinere achterkant. Dat is ook wel de 850, maar deze zie je echt niet veel meer. Nee. De gezinsauto, hè? Ja, inderdaad. Nou, leuk. Ja, vrolijk paas. Ja, jullie ook en succes dadelijk. Ja, dat gaat goed komen. Succes allemaal. Oké, nou, succes.
Ja, we zien elkaar zo meteen nog wel. Goed zo. We zijn bij de rotonde van Sita Ramana en kijk, daar komt die prachtige mooie meneer de Hartog. Kijk, daar komen ze hoor. Tour. Kijk, wat mooi hoor. Zo, weer thuis. Ook maar naar binnen. Zo dan. Ik krijg amper de deur open. Want we hebben een slaapfeestje gehad, zoals jullie weten. En het staat gewoon lekker midden in de gang. Ja, op, sleutels. Hartstikke idee. Oh, kijk nou eens. Ja, eindelijk. Ja, eindelijk hè, opa. Kijk nou wat gezellig jongens, een paasontbijtje. Ja, het heeft even geduurd, maar nou gaan we lekker ervan smullen. Later! Gevallig. Nou, hulpverlening aan de, hoe heet het, Ali Kruik. Er staat een auto geparkeerd met allerlei flessen opgeslagen. En dat zou gaan om, dachten ze op gasflessen, maar het schijnt twee acetyleenflesjes in te zitten en de rest allemaal stikstof. Nu is de vraag of die auto dus zo in de straat mag blijven staan. Kijk, zie wel voor ons ook. Hallo. Heb je al kindertjes? Wat is je man? Wat is je man? Oh, daar zo. Nee. Oh, wat mooi. Oh, zo, hé. Hey. Wauw. Dankjewel dat ik het even mocht zien. Zo, dat was weer uit een dag van Wil. Tweede paasdag. Maandag. Maandag. Tweede paasdag. Dat rijmt. Heel leuk hè, die oude auto's allemaal. Er zaten echt prachtige mooie autootjes bij hoor.
En als je dan ook hoort dat sommige mensen soms wel een jaar bezig zijn geweest om hem op te knappen en uiteindelijk wat het dan nu is geworden. Nou, dan moet je echt wel heel veel liefde voor zo'n auto hebben. En heel veel centjes, want ik hoorde ook van andere mensen dat ze soms in het buitenland onderdelen moesten gaan halen. Nou, dat top hoor. Maar het was een leuk gezicht. Nou, nog even, zoals jullie gezien hebben, een incidentje op de Alikruik. Mensen die zich vreselijk ongerust maken over het feit dat daar een wagen staat. Ja, met acetyleen, zuurstof, stikstof. Nou, op de site van groothellevoet.nl staat uitgebreid dat of het dan wel of niet mag. En de brandweer die heeft het samen met de politie opgelost. Hey, morgen weer een nieuwe vlog. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Had ik dat al gezegd? Weer? Ik weet het nooit. Nou ja, goed. En in ieder geval, tot morgen. God loves you all. Hoi.